Een heel goedemorgen. De enorme chaos op de Brabantse wegen die vanmorgen was voorspeld is uitgebleven. Maar door het winterse weer is het wel erg druk op de Brabantse weg en ook op het spoor. Rond 5:30 begon het vanuit het westen te sneeuwen en hier en daar ligt het al centimeters dik. En dat zorgt natuurlijk nog steeds voor overlast. In Tilburg op Ringmaan Zuid, daar staat ons verslaggever Dirk Verhoeven. Dirk, hoe is het daar bij jou? Het is een stuk witter dan vanmorgen, heb ik het idee. Ja, dat klopt. De witte deken begint neer te dalen hier op Nederland. Je kunt zeggen, het lijkt hier wel winter. Het is guur, het is koud, het waait. Dus het gaat dwars door je kleren heen. Ik sta hier al een tijdje, dus ik kan het weten. Ja, en ik kwam hier net heen rijden naar Tilburg. En ondanks dat de chaos meevalt, zie je toch wel veel auto's die naast de kant van de weg staan. Die gegleden zijn. En ik zag er eentje, dat stond verkeerd om op de snelweg. De sneeuw blijft ondertussen ook liggen, ondanks dat er flink preventief is gestrooid. Vannacht ging mijn collega Rob van Kaathoven mee met zo'n strooiwagen. 2000 ton aan zout ligt hier klaar om verspreid te worden over de wegen in en rond Breda. Dat is 2 miljoen kilo, onvoorstelbaar veel. Pieter Dekkers rijdt al 22 winters op de strooiwagen. Hoeveel zout heb je nabij? Ik zal nu om en nabij waarschijnlijk ongeveer tussen de 8 en de 10 ton zitten. En hoe snel ben je dat kwijt? Daar doe ik ongeveer 2 uurtjes over op deze grammen die ik strooi. Het is de combinatie van het zout, het verkeer en de sneeuwschuivers die de weg schoon moeten houden. Maar ook dat houdt een keer op. Ons werk is pas gedaan eigenlijk dat alle wegen gewoon voor ons helemaal vrij zijn. Voor de gemeente en de provincie en de Rijkswaterstaat zegt van dat het voldoende is. En dat het verkeer het zelf kan vrijhouden. Aan de ene kant is het heel dankbaar omdat je de weg schoon houdt voor de weggebruikers. Maar zoals het spul wat dadelijk gaat vallen, dat is binnen een uur of een half uur is het alweer dicht. Ook ondankbaar lijkt me zo. Qua weer betreft wel, maar we hopen toch enigszins eigenlijk dat de mensen die op de weg rijden, die dan toch wel dankbaar zijn. Flink gestrooid door Rijkswaterstaat, een 1200 man doet dat in heel Nederland op dit moment, dus dat is een drukke business daar ook. Over de actuele situatie op de Brabantse wegen praat ik op dit moment met Linda Hofland van de Verkeersinformatiedienst. Ja, Linda, geen enorme chaos hè, in Brabant, dat viel nog wel mee tot nu toe, toch? Ja, dat viel inderdaad hartstikke mee. Landelijk zagen we dat de meeste drukte rond Rotterdam lag, maar wel uiteindelijk rond Breda. En de eerste keer in de uitzending om 7:00 hadden we daar nog niet zo'n last van. Maar uiteindelijk is er op die rond Breda wel behoorlijk wat vertraging ontstaan. Dus in onze regio hebben we wel last van behoorlijk wat file eigenlijk. Ja, ja, chaos dan niet, wel ongelukken bijvoorbeeld dan ook? Of hoe kun je dat omschrijven? Ja. Ja, nou, de langste file die er nu nog staat is tussen Knoopend Hoornpolder en Breda. Daar staat nog 8 kilometer. Maar er gebeurde een ongeval bij het Knoopend Sint-Annabos. En daar schaarde een vrachtwagen, die kwam wel in de middenberm terecht. Maar dat gebeurde voor het Knoopend Sint-Annabos. De verbindingsweg naar de A27 moest afgesloten worden naar Utrecht. Dus dat gaf allemaal behoorlijk wat problemen. Er stond 5 kilometer file. En vooral heel veel sneeuwval op het gedeelte vanaf Roosendaal naar het Knoopend Prinsville. En daar zien we dan ook dat daar nog heel veel file staat, 15 kilometer. En dat staat er eigenlijk al vanaf een uur of ik denk 7:30. Dus het is eigenlijk best wel druk in onze regio, helemaal voor een vrijdagochtend. Ja, dat is toch ook vervelend als je erin staat. Dat duurt het ook vrij lang natuurlijk. Hoe lang verwacht je nog dat dit aan gaat houden? Nou, deze files moeten langzaam op gaan lossen. Als dat eenmaal. Je hebt kans dat die files door gaan lopen in de avondspits. Dus dat het wel minder wordt, maar niet helemaal meer weggaat. Het blijft behoorlijk doorsneeuwen. En als dat eenmaal afgelopen is, dan voor de avondspits verwachten we eigenlijk de meeste drukte in Brabant. Want daar gaat nog her en der een bui sneeuw vallen. Dus vooral in Brabant verwachten we vanavond de meeste overlast. Ja, Silende, blijf voorlopig nog even aanhouden. Linda Hofland van de VED, dank voor nu. Ja, en hoe is het dan met de treinen en de bussen bijvoorbeeld in Brabant? Daarvoor gaan we even terug naar Dirk in Tilburg. Dirk, weet je iets over het openbaar vervoer in Brabant? Hoe gaat het daar tot nu toe mee? Nou, het gaat in principe nog goed. De treinen en de bussen rijden nog gewoon. Wel wat vertraagd in ieder geval de bussen. NS heeft een aangepaste dienstregeling. Dat betekent dat ze met minder treinen rijden. Dus normaal rijden er bijvoorbeeld 4 treinen per uur. Dat worden er nu 2. Dat geeft wat meer lucht in het rooster. En bijvoorbeeld het CBR, dus van de rijexamens, die hebben een hele hoop rijexamens afgelast. Iedereen merkt het wel, iedereen is goed voorbereid op de sneeuw, dus het chaos valt mee. Maar we kunnen niet ontkennen dat het toch wel degelijk hard sneeuwt en dat er veel sneeuw ligt. Ja, op Schiphol zelfs zijn ook wel wat vluchten ook geannuleerd, ook vanwege de sneeuw, 150 in totaal al. Weet jij hoe dat op dit moment op Eindhoven Airport eraan toe gaat?
Ja, Eindhoven doet het een stuk beter dan Schiphol, zou je kunnen zeggen. Daar is nog maar één vlucht afgelast tot nu toe. Maar dat kan natuurlijk nog veranderen. Goed, Dirk, we spreken straks weer. Ik zou zeggen, ga even ergens warm zitten, want om 10:30 zijn we er weer. Graag tot zo. Ja. Ja, dan Twitter komen ondertussen ook heel veel foto's binnen van mooie besneeuwde landschappen in Brabant. En ook natuurlijk hele volle wegen. Bijvoorbeeld hier een witte tuin in Os. En in Breda zijn de sneeuwruimers druk aan de slag om de wegen ook daar natuurlijk sneeuwvrij te maken. Die mensen van Rijkswaterstaat werken over uren. Ja, dieren in de sneeuw natuurlijk ook. Een besneeuwde hond hier in Oosterhout van een collega. Die heeft het erg naar zijn zin. En kijk hier, een prachtig kersttafereeltje in Baarle-Nassau. Natuurlijk is dit echt genieten. Alleen juist in de file staat heb je hier natuurlijk niks aan. Maar dit maakt het ook wel weer heel mooi zo'n dag als vandaag. En onze collega Martijn de Bie die heeft een livestream gemaakt in zijn auto. Kijk hier de foto. En moet je kijken hoe dat eruit ziet. Hij rijdt op dit moment in de buurt van Den Bosch een beetje rondjes om eens te laten zien aan iedereen die hem volgt en iedereen die wil hoe het er aan toe gaat. Het rijdt daar redelijk door zo te zien. Het is er ook goed gestrooid. Het ziet er goed uit. Nou, blijf vooral uw foto's twitteren naar @omroepbrabant. En natuurlijk hartelijk bedankt ook voor alle mooie plaatjes. We zijn er erg blij mee.